Yo, welkom weer een nieuwe video. En vandaag gaan we de triceps eens even lekker helemaal laten verzuren in onze verzuringsserie. Dat is een lekker makkelijke spiergroep. Oefeningen zijn niet ingewikkeld. Iedereen kan het. We gaan knallen. Ik ga je laten zien hoeveel series, hoeveel setjes, welke oefeningen, eventuele aandachtspunten ga ik laten zien. Een korte anatomische les. Als wij kijken naar de triceps, dat betekent drie. Vandaar dat ik die drie zo nadrukkelijk zeg. Als wij kijken naar die hoofden, dan hebben wij het laterale hoofd aan de buitenkant, het mediale hoofd aan de binnen, in het midden, of nou, mediaal. En dan hebben wij het lange hoofd als het ware aan de binnenkant van je bovenarm. En dat laterale en dat mediale hoofd, die kunnen we aan deze kant van het scherm neerzetten. Die hebben een soort van dezelfde functie. En waarom? Die hechten beide op je ulna, het bot van je onderarm aan hier. En die hechten ongeveer op het puntje, het uiterste puntje van het bot van je bovenarm hechten die aan. Dus op het moment dat ik dit doe, zijn die triceps natuurlijk lekker ver uit elkaar. En op het moment dat ik dit doe, komen punt A en punt B, die komen wat dichter naar elkaar toe. Dus die twee hoofden, die zijn ten alle tijde actief. Of we nou rechtdoor gaan, omhoog gaan, omlaag gaan, die zijn dan actief. Natuurlijk speelt het lange hoofd ook mee, maar we kunnen wel een beetje de nadruk leggen op het lange hoofd. En waarom? Het lange hoofd hecht op hetzelfde punt aan. En die hecht aan op het puntje van mijn schouderblad. Dus op het moment dat ik dit doe, breng ik een lekkere stretch op die tricep. En op het moment dat ik dit doe, hoppakee, span ik heel die tricep aan en is die in zijn meest verkorte positie en hier in de meest lange positie. Het is dus wel belangrijk dat wanneer je tricep oefeningen aan het doen bent, je wilt weten welk hoofd van de tricep je het meeste aan wil spreken. En het ligt er dus ook aan in welke positie ik mijn elleboog houd. Vandaar dat je nu dus drie goede oefeningen gaat zien, waarover na is gedacht, met logica, zodat we niet zomaar willekeurig drie tricep oefeningen gaan doen, maar dat we ook systematisch met wat trucjes, zal ik het zeggen, ook systematisch en met wat trucjes dus de drie tricep hoofden gaan aanspreken. We gaan beginnen. En ik begin met een seated EZ tricep extension, oftewel een curl bar of een AZ bar, net hoe je dat wilt noemen. Er zit alleen één nadeel aan deze oefening en dat is op het moment dat ik mijn armen heb gestrekt, ik de spanning van mijn triceps afhaal. En daarvoor gaan we deze aanpassing doen. Ik heb hier een elastiek vastgemaakt aan mijn squat rack, die zien jullie niet in beeld. Maar mijn elastiek zit vast aan dit squat rack. En als ik nu in de verlengde positie ben, als ik dus mijn armen boven mijn hoofd heb, dan zal het elastiek continu spanning leveren. En daardoor moeten mijn triceps natuurlijk ook continu spanning leveren. En dat gaat een partij verzuren, dat wil je niet weten. Er zijn drie belangrijke aandachtspunten bij deze oefening. Nummer 1 is dat je een klein beetje spanning houdt op je buik, zodat je onderrug niet al te hol trekt. Nummer 2 is dat je je ellebogen voor jou doen, zo ver mogelijk achter je lichaam houdt. Dit ligt net aan je flexibiliteit. Zoals je aan mij ziet, zijn mijn ellebogen dus in lijn met mijn oren. En nummer 3 is, houd je ellebogen zo ver mogelijk naar binnen als dat voor jou gaat. En houd ze daar ook continu. Wat ik heel vaak zie is dat mensen de oefening goed starten. En vervolgens wordt de oefening zwaarder en gaan hun ellebogen telkens meer en meer naar buiten. En uiteindelijk voegt de oefening dus niet meer correct uit. Na de eerste oefening gaan we direct door naar de tweede oefening. Ik doe dit met twee elastieken, maar dit kun je ook uitvoeren met een kabelmachine die je misschien in de sportschool hebt staan. Pak in ieder geval de elastieken of de kabelmachine onderhands beet. Zorg dat je handen in een lijn zijn met je lichaam. En dat je eerst je bovenarmen naar je lichaam toe trekt en daarna pas de onderarmen compleet strekt. Zo pak je dus gelijk de hele lengte van alle tricephoofden. Oefening 3 hebben we allemaal wel eens een keer gedaan. Een cable tricep pushdown. Je trekt je schouders omlaag naar elkaar toe. Ellebogen blijven op dezelfde plek en je voert de oefening uit. En dit is op zich een prima tricep oefening. Alleen, ja, je weet niet voor niks een verzuringsworkout, dus we kunnen hem nog wel een beetje aanpassen. Het nadeel aan de tricep pushdown is, op de manier zoals ik hem nu voordoe, is dat wanneer ik mijn armen gestrekt heb, de kracht mijn armen omhoog trek. En dat kan ik iets beter uitleggen als je deze variant ziet. Ik ga nu een metertje naar achter toe staan. En als ik op dit moment dezelfde oefening uitvoer, dan zie je dat de kabelmachine mijn armen naar voren toe wil trekken.
Als ik de oefening nu even een seconde beet houd, dan moeten mijn tricep veel en veel harder werken. En heb ik dus minder rust gecreëerd in deze oefening. Nu je de belangrijkste aandachtspunten weet, laat ik hier een lijstje zien met oefeningen over hoeveel sets en hoeveel reps, etc. We gaan het dus uitvoeren in een 3-set. Dus we gaan alle oefeningen direct achter elkaar doen. We willen focussen op dat knijpen, op dat squeeze, op die focus, op die concentratie. We willen bij geen van alle oefeningen willen we de spanning van de triceps verliezen. Vandaar dat ik of met een elastiek werk of je een stukje achteruit laat staan. Zodat je echt die armen kan strekken en knijpen, knijpen, knijpen. We willen continu spanning hebben. Het gaat nog niet eens zozeer om het gewicht. Het wordt natuurlijk een 3-set. Dus je pakt 3 oefeningen achter elkaar. Dus waarschijnlijk zijn alle oefeningen, of moeten alle oefeningen veel lichter dan als je ze los zou doen natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Het gaat om de verzuring in deze serie en om die pomp. Ga je deze workout, ga je die doen? Laat dan even een reactie achter. Zie ik je graag bij de volgende video. Vond je dit een leuke video? Neem eens een kijk op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, stoot-streng.nl. Ignite your fire and grow stronger.